Maandag 3 december verwelkomde Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams parlement, zijn collega Roger Torrent. Torrent is de huidige voorzitter van het Catalaans parlement. Hij volgde in januari van dit jaar Carmen Forcadell op. Welkom. Bedankt. Het is een groot honneur voor ons. Carmen Forcadell verblijft intussen bijna een jaar in de gevangenis. De gewezen voorzitter van het Catalaanse parlement en acht andere politici riskeerden een celstraf tot 30 jaar op verdenking van rebellie. Dit vanwege hun medewerking aan het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Het bezoek van Torrent is een ideaal moment om samen met voorzitter Jan Peumans stil te staan bij het gevangenschap van Forcadel. Ik heb begrepen dat er gevangenisstraffen geëist worden tussen de 17 en de 25 jaar. En mevrouw Forcadel die zou 17 jaar in de gevangenis moeten gaan zitten omdat ze zogenaamd uh, blijkbaar criminele feiten begaan heeft. die helemaal geen criminele feiten zijn. en die gewoon de uitvoering zijn van datgene wat wij democratische rechten noemen. Het lijkt me logisch als ik in Barcelona kom dat ik haar ga bezoeken. Hè. Ik ben trouwens uitgenodigd door de huidige voorzitter. In oktober besliste Spanje om de diplomatieke banden met Vlaanderen te verbreken. Aanleiding voor deze diplomatieke breuk waren de uitspraken van voorzitter Jan Peumans over de Catalaanse kwestie. In een brief aan zijn voormalige Catalaanse evenknie Carmen Forcadell schreef hij dat de Spaanse regering niet in staat is om tegemoet te komen aan de voorwaarden om deel uit te maken van een democratisch Europa. Elk mens heeft het recht, trouwens, ik denk zelfs dat de UNO daarnaar verwijst, als ik me niet vergis, dat elk volk recht heeft op zelfbeschikking. Nu, welke keuze dat zij maken als, als volk, dat moeten zij natuurlijk weten, dat is niet de zaak van Vlaanderen. Maar wat er bij mij niet ingaat, en ik blijf dat zeggen zolang ik voorzitter ben, wat er bij mij niet ingaat, is dat Spanje deze mensen gewoon opsluiten omwille van het feit dat die een democratische rechten uitgeoefend hebben. Dat snap ik niet. Dat wil ik nog niet snappen. Voorzitter Peuman schreef recent een tweede brief, dit keer gericht aan Pedro Sanchez, de Spaanse premier. Ik heb de eerste minister van Spanje heel duidelijk uitleg gegeven over. Ik vind dat de eerste minister van Spanje zich dan ook via zijn diplomatieke vertegenwoordiging. zich ook juist moet informeren van wat er hier gezegd is. en wat er, vooral wat er niet gezegd is geworden. Dat vind ik belangrijk. Men sluit mensen zonder enige van proces. al meer dan een jaar op in de gevangenis. zonder dat ze eigenlijk veroordeeld zijn. Dat vind ik pas straf. En dat die een hongerstaking beginnen. En dan zeg ik van te zeggen, alsjeblieft. A, we willen hier uit de gevangenis. En B, als er dan toch een proces moet komen, moet het een eerlijk proces zijn. Dat blijkt uh, als ik al de reacties hoor, dan begrijp ik dat een heel hoop mensen daar geen vertrouwen in hebben. Datgene wat de Rijkbank gaat doen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.